Als wandelen niet meer gaat, kun je in de bossen van Leersum wel met een scootmobiel op pad. Bob Hartog is een van de bedenkers van de 10 kilometer lange tocht. De route is uitvoerig door hem getest. Kijk, nu zit ik op die 2,5. Zie je, dan stuur ik precies dat middelste wiel even rustig over die hobbeltjes. En dan is er niks aan de hand. Voor de rit is een speciale off-road scootmobiel aangeschaft. De paden zijn extra breed en soms ook extra verstevigd. Hier gaan we linksaf. Dit gedeelte van het pad hebben we wat kunnen aanpassen, zodat de bocht minder scherp is. En hier is ook het nodige aan takken wat opgeruimd, zodat de weg vrij is. Het is nog best een avontuurlijke route, hè? Ja, ja. Dat maakt het ook leuk. De scootmobiel is gratis te leen en gaat maximaal 6 km per uur.